Het is weer zomer en daarbij horen natuurlijk ook straatmuzikanten. Wij vroegen ons eigenlijk af waarom deze artiesten muziek maken op straat en niet op grote podia bijvoorbeeld. 1, 2, 1, 2, 3. Het idee is eigenlijk gegroeid door wij twee die toevallig op een avond samen waren en we hadden iets te veel wijn gedronken. En hij begon op zijn piano Bella Ciao te spelen en ik begon dan mee te zingen en zo is ons project gegroeid. En waarom zijn jullie begonnen met straatmuzikanten zijn en niet spelen in grote concertzalen of whatever? Wel, hier in de stad Gent is er vaak het festival 1, 2, 3 Piano. Dat inhoudt dat er op verschillende plaatsen in de stad piano's staan opgesteld. En ik ben al iedere editie ben ik wel eens hele dagen naar Gent getrokken om dan van piano naar piano naar piano te gaan. En van voorbijgangers krijg ik heel veel terug, vind ik. Veel appreciatie. Een festival, ja, of een podium misschien ook wel, maar ik vind dat kleinschalige iets toffer. Ja. Er is meer direct contact. Een directe wisselwerking van communicatie. Ik ben Mathilde de Munk, ik ben 16 jaar en woon in Gent. Ik speel al 5 jaar gitaar nu. Mijn zus speelde gitaar en wij nemen altijd gitaren mee op reis. En papa was ook muzikant vroeger en hij heeft mij dan zelf gitaar leren spelen. En sindsdien ben ik er zelf al verder voor gebouwd. Okay. En ja, nu speel ik zelf al veel gitaar. Oké, okay. En jij speelt ook in een jazzband, dacht ik? Ja, bij mijn zus en bij mijn goede vriend van mij. We coveren vaak nummers van Ella Fitzgerald of ik ben aan het denken, Al Bowley en al die soort genres. En hoe oud worden jij nu weer? 16. Maar dat is echt heel jong, heel super cool. En tegen dat ik die nummers ken, was ik al 25. I like the way you're working. Spelen jullie eigenlijk al op straat? We hebben net een paar nieuwe leden, dus daarmee is het de eerste keer een nieuwe samenstelling. Maar we zijn begonnen met dit project in september. Okay. En sindsdien zijn we aan het repeteren en aan het optreden. Waarom Plain Vanilla? Ja, dat is eigenlijk toevallig de woordenboek opengeslaan. En die stond helemaal onderaan, rechtsonder. En ik heb dat woord opgeschreven en jaren later teruggevonden. En vandaar de naam.